4.610 euro. Dat is het bedrag dat ik afgelopen maand als passief inkomen heb verdiend. Onder andere dus door dit YouTube-kanaal met de website die erbij hoort. En ik kan het eigenlijk nog steeds niet geloven. Want als we gaan kijken, de video van vorige maand, toen had ik 845 euro aan passief inkomen. Dat vond ik toen al veel, want ik had verwacht aan het einde van dit jaar misschien een paar honderd euro te verdienen met dit kanaal en alles eromheen. Maar deze stap van 800 naar 4600 euro, ja, die zag ik niet aankomen. Nou, in deze video ga ik gewoon alles vertellen over hoe dit bedrag tot stand is gekomen, hoe het is opgebouwd, dus welke verschillende soorten passief inkomen heb. Ik ga het vergelijken met afgelopen maand dus. Kijk wat ik anders heb gedaan, misschien nog wat ik wil gaan doen in de komende tijd. En ook vooral van wat ik met het geld ga doen. Nou, al die informatie krijg je dus in deze video, dus blijf zeker kijken. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week twee video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en dus passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, waar je meer over wilt zien. Klik dan hieronder op de abonneerknop, dan mis je nooit meer een video. En naarmate ik dus meer ervaring opdoe met passief inkomen, blijf ik die informatie delen. Ik ga nieuwe dingen starten. Daar wil ik jullie ook mee in meenemen natuurlijk. Dus hoe meer ideeën ik opdoe en ervaringen ik daarmee opdoe, hoe meer informatie ik met jullie kan delen. En zoals de vaste kijkers van dit kanaal wel zullen weten, is dit een maandelijkse serie die ik vorige maand of twee maanden geleden eigenlijk ben gestart. Toen ik eenmaal een beetje passief inkomen begon met verdienen. Nou, ik wil telkens gewoon vertellen hoe ik het heb opgebouwd, wat ik heb gedaan, waar de verschillen zitten ten opzichte van vorige maand. Want zoals gezegd, vorige maand heb ik een video gemaakt. Dan was het nog 1250 euro. Dat was het verschil met die maand daarvoor. Inclusief mijn nieuwe werk, waar ik ongeveer 400 euro extra verdiende. Dus zeg maar 845 euro dat ik aan passief inkomen verdiende. En de afgelopen maand, augustus dus, was dit meer dan 4600 euro. En dit is dus inkomen dat ik naast mijn gewone werk nog verdien. Want ook daar heb ik gewoon een salaris van 2700 euro bruto. Daar komt dus dit bedrag bij. En dus heb ik meer dan 7000 euro bruto inkomen gehad afgelopen maand. En het passieve gedeelte daarvan is dus meer dan 5 keer zoveel geworden in een maand. Zoals gezegd, van 845 naar 4610 euro. Dus laten we eerst gaan kijken met het eerste gedeelte wat ik heb. En dat is mijn YouTube inkomen. En terwijl ik het in de vorige video nog had over 22 euro dat ik had verdiend, is het afgelopen maand naar 137 euro gegaan. En in die vorige video vertelde ik ook dat het eigenlijk een beetje tegenviel. Dat de CPM, het bedrag dat je per 1000 views, ook lager was dan ik eigenlijk had ingeschat. Zeker omdat in deze sector financiële video's, zeker als je kijkt naar Amerika en zo, veel meer betaald wordt. En dat viel op mijn kanaal dus best wel tegen. Mensen, het was een leuk verdienste, maar ik had meer verwacht, zeg maar. Want kijken we nou naar het overzicht van inkomen van YouTube uit juli, dan zien we dat we eigenlijk een beetje rond de 70 cent per dag lagen. Met af en toe uitschieters naar 2 euro op een dag. Maar toen was ik op één dag een beetje bezig in mijn YouTube instellingen en kwam ik een instelling tegen waarop de advertenties die getoond werden op mijn kanaal zouden aansluiten op de interesses van mijn bezoekers. Nou, dat stond op een of andere manier uitgevinkt. Ik weet niet of ik dat vroeger ooit heb gedaan of dat het standaard zo is. Maar in ieder geval op dat moment heb ik dat dus aangevinkt zodat de advertenties, zoals gezegd, aansluiten bij de interesses van mijn kijkers. En als we dan naar het overzicht gaan kijken van afgelopen maand, geef ik jou te raden welke dag dat was. Want ik denk dat het vrij duidelijk is welk moment het is geweest. Want je ziet al vrij snel dat inmiddels de bodem van 70 cent naar ongeveer 5 euro op een dag is gegaan. En op dit moment geen uitschieters meer van 2 euro, maar ongeveer 12 euro op een dag. Dus je kunt zien dat alleen deze instelling al ongeveer factor 6, 7 aan inkomsten heeft verhoogd. En dat zien we eigenlijk ook terug in de inkomsten van 22 euro in de maand naar bijna 140 euro. En is dit nog niet eens een volledige maand geweest dat ik deze instelling heb gebruikt. Dus voor de komende maand is 200 euro best wel haalbaar, lijkt me. En tot zover dus mijn inkomsten vanuit YouTube. Nou verdien ik eigenlijk het meeste geld niet met YouTube op zich, maar met de links onder deze video's. Daar heb ik verschillende aanbieders staan of ik maak er ook af en toe een video over. En dan maak ik dus gebruik van affiliate marketing, want wanneer iemand zijn eigen via zo'n link aanmeldt, krijg ik daarvoor een vergoeding. En waar ik het in de vorige video nog had over 694 euro dat ik toen op die manier had verdiend, is het afgelopen maand gestegen naar 4.473 euro. Dus waar ik toen al verbaasd was, ben ik nog steeds nog meer verbaasd eigenlijk. Als je ziet hoe groot dit bedrag is en hoe makkelijk het je eigenlijk kunt verdienen. Want zoals gezegd, affiliate marketing is echt een vorm van passief inkomen. Als ik hoef maar eenmaal die link onder een video te zetten en uiteindelijk als mensen daarop klikken, dan krijg ik dus een vergoeding daarvoor, maar het kost me niet extra werk. En het leuke is, degene die erop klikt, kost het ook geen extra geld. Het is alleen zo dat
ik een vergoeding krijg omdat ik een klant aanbreng. Dus op die manier kun je trouwens het kanaal wel steunen zonder dat je zelf eigenlijk geld kost. Dus mocht je nou lid willen worden van de Giro, van FlatEx, van Bink of andere aanbieders, kijk in ieder geval even onder deze video. Daar vind je alle links naar verschillende aanbieders, ook verschillende producten. Daar kun je het kanaal dus enorm mee steunen. En laten we dan een van die aanbieders uitpakken en dat is Peaks. Peaks is een beleggingsapp van de Rabobank, maar werkt inmiddels ook met andere banken samen als het goed is, waar eigenlijk je wisselgeld automatisch belegd wordt. Stel jij pint iets voor 1,60 €, dan rond je het bedrag af naar 2 euro en gebruikt je die 40 cent dus om automatisch te beleggen. Daar heb ik een tijdje geleden een review video over gemaakt, ik zal hem hier even plaatsen als je geïnteresseerd bent. En daarin staat natuurlijk weer een affiliate link, of een code eigenlijk vermeld. Want als je je aanmeldt, ontvang jij 5 euro gratis tegoed en ik krijg dan ook 5 euro tegoed. En zelfs nog bij elke 5e vriend die ik aanmeld, kreeg ik een bonus van normaal 25 euro. Maar afgelopen maand was dat zelfs 50 euro. Waar ik in de vorige video nog vertelde dat ik op die manier 150 euro had verdiend, is dat de afgelopen maand gestegen naar 405 euro. Juist dus vanwege die bonus die eigenlijk dubbel zo hoog was. En ik heb ook gemerkt dat er een limiet op zit, dat er maar 50 vrienden mag aanmelden. Want ik heb een mailtje gehad dat ik niet langer die bonus verdien, maar alleen nog die 5 euro per persoon die zijn eigen aanmeldt. Dus het ziet er nou uit dat ik volgende maand met Peaks in ieder geval niet meer dit bedrag zal verdienen van meer dan 400 euro. Kijken we naar de andere affiliate links die er staan. Die hebben dus gezamenlijk iets meer dan 4000 euro opgeleverd. En een van die aanbieders is de Giro. En waar ik vorige maand nog vertelde dat ik geen affiliate link hiervan had, heb ik inmiddels dus wel een link gekregen via een vergelijkingstool. Nou is die niet optimaal, want je ziet daar bedragen staan die vaak niet van toepassing zijn, omdat ze gebaseerd zijn op 1000 euro in de maand inleg, een gemiddeld belegd vermogen van 20.000. Dus het bedrag wat je daar ziet staan is zeker niet voor die beginnende belegger van toepassing. En misschien schrikt het zelf nog wel een beetje af, denk ik. Dus ik ben een beetje er in contact over met de Giro of ik partner kan worden, juist omdat ik dan betere content en betere links eigenlijk kan aanbieden, waardoor mensen zich eerder zullen aanmelden, is mijn gevoel. Nou, op dit moment weet ik ongeveer 1 klant per dag aan te brengen. Maar mijn gevoel zegt dat ik zonder die vergelijkingstool met dat bedrag erin, dat ik meer klanten kan aanbrengen. Maar ja, daarover zijn we nog een beetje in overleg. Dus wie weet de volgende maand. Maar op zich is het al een best wel goede conversie. En ben ik er zeer tevreden mee eigenlijk. En ook een mooi inkomen trouwens hieruit. Maar degene waar ik veruit het meeste mee heb verdiend de afgelopen maand is FlatEx. Dat is eigenlijk een nieuwe aanbieder in Nederland. Daar heb ik dus eerst ook eigenlijk verschillende video's over gemaakt. Ik zal trouwens hier de review plaatsen. Dat is een video waar ik uitleg van wat ik denk over FlatEx. En ik heb naderhand trouwens ook nog een video gemaakt over hoe je stap voor stap aandelen kunt kopen via FlatEx. Die zal ik ook wederom even linken. En de reden dat ik dat deed is ten eerste omdat het een nieuwe aanbieder is. Dat mensen op zoek zijn naar informatie. En die probeer ik dus te geven. Maar ook afgelopen maand, en zover ik heb begrepen, ook deze maand in september nog, krijgen nieuwe klanten die zijn eigen aanmelden een bonus van 100 euro. Dus mocht je je eigen aanmelden, je maakt geld over en je koopt je eerste aandeel, dan krijg je binnen 24 uur eigenlijk een bonus van 100 euro. Dus dat is zeker een goede reden om je eigen aan te melden. Dus mocht jij denken van ja, ik ben al op zoek naar een nieuwe broker waar ik juist ETF's of losse aandelen gratis of in ieder geval heel goedkoop kunt kopen, wederom dus een link onder deze video naar deze aanbieder, FlatEx. En daar krijg je dus ook een vergoeding voor, een welkomstbonus van 100 euro. Dat vinden veel mensen dus interessant en dat is waarschijnlijk ook de reden geweest dat ik veel mensen heb kunnen aanmelden dus. Mensen zijn dan naar op zoek naar uitleg en vinden mijn video bijvoorbeeld. En op die manier melden ze eigenlijk via mijn link aan. Ook heb ik trouwens een e-mail gestuurd, want ik heb op mijn website de inpassief inkomen nieuwsbrief eigenlijk staan. Als jij je daarvoor aanmeldt of ooit een document wilt downloaden, dan vraag ik om wat zijn je interesses? Is dat persoonlijke financiën? Is dat investeren en beleggen? Is dat passief inkomen? Dus juist die mensen die aan hadden gegeven van ik ben geïnteresseerd in investeren en beleggen, heb ik toen het begin van de maand een mailtje gestuurd. Van gezegd van kijk, dit is mijn review hierover. Als je je eigen nu aanmeldt, krijg je dus die 100 euro. En 29 mensen hebben in ieder geval op dat mailtje op die link geklikt. Hoeveel mensen echt lid zijn geworden, dat weet ik niet. Maar laten we uitgaan dat er in ieder geval toch enkele mensen van hebben gebruik gemaakt. En op die manier heb ik dus eigenlijk geld kunnen verdienen met de mensen van mijn nieuwsbrief. En dat is eigenlijk ook altijd heel erg belangrijk. Net zoals je met je gewone werk eigenlijk niet alleen afhankelijk wilt zijn van dat ene inkomen. Niet alleen van je vaste baan, maar je wilt zorgen dat je meerdere inkomens hebt. Of dat nou uit investeren en beleggen is, of vanuit je YouTube kanaal. Zorg in ieder geval dat je niet van dat ene inkomen afhankelijk bent. Zo geldt dat eigenlijk ook bij YouTube in dit geval. Ik wil niet zorgen dat ik alleen afhankelijk ben van YouTube. Want mocht er ooit iets gebeuren met YouTube, YouTube zal niet weggaan, maar misschien word ik geblokkeerd, worden video's van mij verwijderd. Ik zou niet weten waarom, maar het zou kunnen. Dan zou ik in één keer een heel goed bereik missen. Dus juist omdat ik deze nieuwsbrief heb, kan ik mensen toch blijven bereiken. Dus het is heel erg belangrijk om je eigen
op te splitsen dat je op meerdere platformen actief bent. En ik heb afgelopen maand ook een video gemaakt over Bing Forward. Ik zal hem hier even plaatsen. Wederom een review, want ik merk dat mensen dus daarnaar op zoek zijn, naar die informatie. Daar kan ik mooi mijn affiliate links voor gebruiken. En ik heb natuurlijk als klant zijnde daar zelf een portfolio van 13.000 euro. Dus ik wil mensen ook laten zien van, wat als je klant bent, hoe ziet het eruit? Welke verdiensten kan je verwachten, in ieder geval in mijn situatie dus. Probeer ik dus wat iets meer informatie te geven. En onder al deze video's staat trouwens ook vaak een link naar verschillende boeken die ik aanraad. Nou, dat zijn links naar Bol. Als je daar iets koopt, je komt eigenlijk binnen voor een boek, maar misschien koop je iets anders, dan krijg je ook daar een vergoeding voor. En dat was afgelopen maand iets meer dan 8 euro. Al met al kwam dit dus neer op iets meer dan 4600 euro in 31 dagen. Oftewel net geen 150 euro gemiddeld, bruto moet ik erbij zeggen, per dag. Want natuurlijk gaat er uiteindelijk nog belasting vanaf en zo. En zal ik ongeveer de helft van dit bedrag overhouden. Nou, wat wil ik de komende maand nou nog gaan doen om dit bedrag natuurlijk te verhogen in zoverre dat mogelijk is. Want natuurlijk ben ik al heel erg blij met dit bedrag en had ik het zeker niet verwacht. Maar het zou dus het mooiste zijn als ik het überhaupt al vast kan houden. Dat ik dit bedrag maandelijk zou kunnen verdienen. Maar ik ga er natuurlijk alles aan doen om dit te proberen te verhogen, want ik ben alleen maar gemotiveerder geraakt natuurlijk. Je ziet dat het mogelijk is met deze inspanning die ik al een tijdje leef. En op dit moment word ik daarvoor betaald eigenlijk, voor de tijd die ik al anderhalf, twee jaar dus ongeveer hierin steek, betaalt zich nu uit. Dus laten we hopen dat ik dit door kan zetten, dat ik meer mensen kan helpen. En die mensen helpen mij door op links te klikken in dit geval bijvoorbeeld. Nou, ten eerste ben ik bezig om mijn website te vernieuwen, want heel veel mensen komen via YouTube binnen. Maar komen ze niet zo vaak op mijn website. Ik ben aan het zorgen dat die duidelijker wordt. Dat er uiteindelijk ook meer informatie komt. Meer blogs. Maar ook de conversie van pagina's wil ik verbeteren. Dus als jij gaat kijken over informatie over de Giro, over FlatEx. Dat er goede informatie staat. En dat je eerder geneigd bent om door te klikken. Daarnaast wil ik behalve die ene website eigenlijk nog 3 websites eronder beginnen. 3 blogs. Telkens voor een specifieke groep. Nou, meer informatie krijg je daar nog over in de toekomst. En daar hou ik je zeker van op de hoogte. En behalve mijn website wil ik me ook eigenlijk steeds meer richten op social media. Misschien niet zozeer op Twitter, maar wel op Instagram en op Facebook zeker. Want daar kun ik ook weer, ja, eigenlijk wederom, om dus niet alleen afhankelijk te zijn van YouTube of mijn website, maar van meerdere platformen, dat ik meer mensen kan bereiken, dat ik meer mensen kan vertellen, informatie die ik heb, kennis die ik heb, ervaring die ik heb opgedaan bijvoorbeeld met dit inkomen verdienen, die zou ik graag met jullie willen delen en dat probeer ik op die manier zoveel mogelijk platformen te gebruiken. Natuurlijk kost het tijd, moet ik heel veel content maken apart voor elk kanaal, maar ik denk wel dat dat op de lange termijn zijn eigen uitbetaalt, dus dat is iets waar ik me de komende maand eigenlijk op wil gaan richten. En dan heb ik dus in principe 4600 euro te besteden. Zoals gezegd is dat een bruto bedrag, dus laten we even snel zeggen dat ik ongeveer de helft apart zet. 40% voor belasting had ik ingeschat. Maar ja, met dit soort bedragen gaan we misschien al richting die 50%. Dus houden we maar de helft over. Dus 2300 euro zou ik kunnen besteden. Nou, afgelopen maand had ik 845 euro. En die heb ik eigenlijk compleet geïnvesteerd in apparatuur. Dus ik heb een opstelling gekocht met een microfoon en een mixer en dat soort dingen. Voor ten eerste de livestream en later eventueel ook een podcast die ik kan doen. Dus dat zijn dingen, ideeën die ik heb voor de toekomst. Dus ik heb echt geïnvesteerd in mijn kanaal. Nou, met dit bedrag wat ik nu ga verdienen, probeer ik in ieder geval te gaan investeren in aandelen, ETF's, indexfondsen, dat soort dingen. Het enige wat ik wel heb gemerkt is dat je hebt eigenlijk recht op die bedragen. Die worden op dit moment nog goedgekeurd, die links, die aanmeldingen van klanten. Dus je bent vaak sowieso een maand verder voordat het überhaupt wordt uitbetaald. Dus er zit een vertraging op. Ik kan het niet meteen het geld uitgeven. Maar zodra ik het heb, zal ik zeker daar wel weer een video over maken. Of zal ik het vermelden in een van mijn video's die ik toch elke maand al zou maken. Maar hoe ik het ongeveer zou uitgeven, heb ik eigenlijk al een beetje verteld in de vorige video over beginnen met beleggen. En dat was toen het derde deel over 2500 euro eenmalig of per maand. Dus daar lijkt het een beetje op. Ik zal hem hier even linken trouwens. Dat ik in dit geval dus 2500 euro kan besteden. Nou, in die video vind je hoe ik het zou doen. En dat is dus waarschijnlijk ook de verhouding die ik ga toepassen, mocht ik het bedrag eenmaal op mijn rekening hebben staan. En dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video. Ten eerste wil ik je natuurlijk bedanken voor het kijken, maar ook voor het aanmelden via die links onder mijn video. Want zonder jullie zou ik dit natuurlijk nooit hebben kunnen verdienen. Nou weet ik wel dat ik toch wel deze video zou maken, ook al verdien ik niks. En dat doe ik eigenlijk al anderhalf jaar lang. Maar het is natuurlijk wel heel erg leuk om er iets mee te verdienen. Aan de ene kant omdat je dan toch een inkomen hebt. Aan de andere kant omdat ik juist hierover weer video's kan gaan maken. Ik kan juist geld gaan investeren. Ik kan jullie vertellen wat ik investeer, waarom. Misschien ga ik meer ervaring opdoen met manieren waarop ik geld verdien. Die ervaring wil ik wederom met jullie delen via dit YouTube kanaal. Dus als je nog geen lid bent van dit kanaal, vergeet je zeker niet te abonneren hieronder. Dan krijg je al die video's daarover mee. Vond je dit nou een leuke video? Geef even een duimpje omhoog. Vond je het wat minder? Geef een duimpje omlaag. Maar laat in ieder geval altijd in de reacties onder deze video weten wat je goed vond, wat je minder goed vond.
Ook als je vragen of opmerkingen hebt, kun je onder deze video terecht in de reacties. Of je komt naar onze Discord chat. Met bijna 350 mensen praten we over al die onderwerpen zoals persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Zoals gezegd vind je alle links en aanbieders die ik in deze video noem onder deze video natuurlijk. Dus mocht jij je ergens willen aanmelden, maak dan gebruik van die links, want dan steun je het kanaal alleen maar en komen daar dus weer mooie video's over. En zoals gezegd, als je nog steeds zit te kijken, is het dus waarschijnlijk een interessante video. Ik maak elke week dus 2 video's over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Dus zoals gezegd, abonneer je hieronder, dan mis je nooit meer een video. Zeker als je op het belicoontje klikt. En zie ik je graag in de volgende video weer terug.